Radio Oranje, de vrije omroep. Kunnen jullie misschien eerst iets vertellen over hoe jullie de oorlog hebben ervaren? Nou, ik was 5 tot die uitbrak. En die eerste 5 jaar, maar wel het 5e jaar, waren we echt Volendam, ook de hongerwinter heeft doorstaan, tot en met. Maar direct bij ons thuis, niet zo erg. Ik weet wel van dingen, dat er bijvoorbeeld pulpboffers op de kachel, op de bofferspan, roerende. Dat was het ergste dat er was. En ik heb er niet één stipje ook van moeten eten. Ik wilde het ook niet hebben ook. Ik had het geluk dat ik een oma had. Die was getrouwd, maar had geen kinderen. En ik was op een na zijn oudste oomzeer. En daar heb ik erg veel genoten. In die oorlogsdagen. Ik denk af en toe nu nog steeds van, daarom ben ik nog steeds erg gezond. Maar om nou te zeggen van gaarkeuken, nee, daar weet ik niet van, Wilmers. Ik heb het wel gezien op de schoolplein van meester Zwarthoed in de Kanaanstraat. Dat er uitgemergelde mannen met grote gezinnen stonden. Met een keteltje of een emmer in een ander voor voedsel. Dat heb ik wel meegemaakt. Maar voor de rest, nee, niet zo erg. Nee. En jij? Nou, ik weet nog veel minder, want ik was 7 dat die afgelopen was. Maar beelden heb je wel hoor. Wij hadden thuis een slagerij. En daardoor hadden wij het goed van eten. En wat deden mensen? Ze ruilden dingen onder elkaar. Maar mijn moeder had haar moeder in met een broer en een zus elke dag te gast. En we waren zelf met z'n tienen. En dan kwam er elke dag nog een vrouw uit, een meisje toen in die tijd, uit Volendam ook nog te gast. Want dat waren gezinnen die hadden het dan te weinig. En dan elke dag was er een meisje uit Volendam ook nog te gast. En dan zaten we met z'n 20 te eten bijvoorbeeld. Maar dat kon bij ons. Maar dat is het mooie van Volendam. Ze deden het ook. Iedereen hielp elkaar. Dat was prachtig. En wat weten jullie allemaal nog van de oorlog, echt bij jullie direct in de buurt? Ja, ik ken natuurlijk wel een erg mooi verhaal hoe de toestand even goed was. Ja. Ik had een oma wonen in Amersfoort. Die had 3 kinderen, 1, 2 en 3 jaar. Die werkte in de kazerne. En die moest weg om zijn leven te redden met 3 kinderen. Die is naar Volendam toegekomen. Volgens de oorlog. En mijn oortje, mijn bab, hadden nog 3 kinderen in huis. Maar geen last. Ook oom Klaas erbij met 3 kleine kinderen. Het oudste kind had ADHD. Dat is zo'n klein beetje. En dat ging allemaal goed. Maar het was een heel aanpak. En ik heb ook nog meegemaakt dat ze in 1945 weer teruggingen naar Amersfoort. Mocht ik ook mee. In een, zoals ze dat vroeger zeiden, Volendam noemde, een spekbak van mijn oma. Dat was een potter. Nee, een spekbak. Het was een ijzeren spekbak. Afijn, ik mee, als jochie van 1 jaar of 9, mijn grootvader mee, of mijn bab, oom en nog een oma, mijn oma en mijn tante met die 3 kinderen, kruipend over dat vloertje van die spekbak. Ik vergeet dat nooit van zijn leven meer, echt niet. Maar het mooiste en het leukste van de grapje, of helemaal niet leuk, de volgende morgen, was zondagmorgen, gingen we naar de kerk. Met z'n allen. Kinderen ook mee. En wat kreeg ik in die kerk? De diarree. Omdat ik toen wat anders had gegeten dan hier in Volendam. Dat vergeet ik van zijn leven niet meer. Dat was het ergste wat ik in de oorlog meegemaakt heb. Voor de rest heb ik niet veel meegemaakt. Dat kan ik wel goed begrijpen, inderdaad. Wij hadden natuurlijk in de slagerij ook knechtsen. Die moesten onderduiken. En dan moesten ze altijd opletten. Want anders werden ze meegenomen. En dan hing er een fluitje en dan moesten ze weer schuil. Weet je wel, dat wist je gewoon allemaal. Dat bestond. Ja. En wij als kleine kinderen, mijn vader die was ook wethouder. En die zat overal in Volendam. In alle besturen zat hij. En
als er dan bijvoorbeeld een kwamen ze gewoon binnen ook, hoor, die soldaten. En dan duwde mijn moeder ons op het voetbalveld. Ik roep jullie straks wel weer, want anders gingen wij praten, weet je wel. Je kon toch merken dat het er was, hoor. Ja. Gewoon als kinderen. En ik had ook een ome in Leiden wonen. Op Volendam was het veel beter even goed als buiten Volendam. Omdat iedereen elkaar hielp. Die kwam lopend uit Leiden met een kinderwagen. En dan ging hij weer helemaal gevuld mee terug. Maar weer lopend terug. Dat gebeurde allemaal. Want hier werd hij volgestuurd. Door arme mensen ook. Dat was prachtig. Dat weet je nog goed, hoor. Iedereen hielp elkaar. Op een gegeven moment was het hongerwinter en dat was een beetje aan het einde van de oorlog. En dat was hier dus niet zo erg het geval, omdat iedereen elkaar goed hielp. Begrijp ik. Of hadden jullie er evengoed nog veel last van? Ik zou even vertellen, wij hadden geen last, omdat je een slagerij had. Ja. Maar dat wij een verkering kregen, kwamen onze jongens hun verhalen los hoe het daar was. Nou, dat was een groot verschil wat armoede betrof. Want je moeder had ongeroedeem, hoor. Ja. Die gaf alles weg. En zelf had ze ongeroedeem. Te veel weggeven, dat kan ook. Ja. Het feit ervan dat ze een grote vrouw was, daar ken ik me ook wel beeldkennen, ik heb wel in, denk ik, echt. En mijn moeder was een grote vrouw. En had een gewicht van 90 kilo. Maar in de ongerwinter is je teruggegaan naar 86 pond. Ja, en ze is even 85 geworden. Maar ja, goed. Wat of mevrouw net zei, ze gaf nog weg ook. Ik heb ook nog wel herinneringen bij ons in de straat. We hadden een klein straatje, we woonden in de Simon-Molstraat. Dat er vaak uitgemergelde Amsterdamse mannen door de straat heen liepen. En ik heb het ook meegemaakt dat wij toen, want mijn vader die was visserman, vis aten. Ik heb 5 jaar heb ik vis gegeten. En ik lust het nog steeds, even tussendoor. En dan riep mijn moeder, ik heb het echt, want je bent maar een klein jongetje, die mannen in huis. En toen was er flink wat over op het Gortemertiel. Groot wit rond plaat. Werk. En, stil maar even. En, daar lag vis op. Maar vis, die aal, dat moest je van de been afkluiven. Maar aten alles op, dat beeld vergeet ik ook niet. Met been en al ging het op. En ik als jochie heb toen ook nog een keer gezegd, dat moest je niet opeten. Mijn vader zei meteen, nou, hou je mond. Laat maar eten. Dat is goed voor hun. En had de oorlog ook invloed op jullie dagelijkse gewoonten? Dus dat jullie bepaalde dingen vaak deden en dat toen opeens niet meer kon? Nee. Daar was je echt te jong voor. Hè? Echt, maar ik heb nog een mooi beeld. En dat is een beroemd of berucht beeld van de man die op doolhof is doodgeschoten in de tijd, in de oorlog. Die heb ik als jochie bij ons uit de straat vandaan. Want vanuit de meer naar het meerzijde, waar de oude woning nu nog staat van Bart's voorheen, Bart's met zijn vader en moeder, heb ik de man zien vluchten dat pad op naar, en die sprong over de sloot heen. Dat heb ik zelf met mijn kleine oogjes ontdekt, Jan Tol. En dat zit ook in je hoofd geprint. Hij is neergeschoten. Ja. Ja. Maar waren er nog meer mensen in de oorlog echt in Volendam? Was de oorlog echt in Volendam qua Duitse inval ook groot? Ja, veel razzia's gehad. Razzia's of Volendam-Groes gehad. En er zijn ook mannen, jonge mannen weggevoerd naar Duitsland. En waarvan er ook een paar niet teruggekomen zijn. Dat had je wel. Maar ja, hoe het onderling ging tussen de politie en tussen de bekende Volendammers allemaal. Ja, dat weet je als jochie natuurlijk niet. Nee. Er zal gerust wel gebarsandeerd zijn. Ja. En hebben jullie ook nooit zoiets gehoord van jullie eigen ouders? Van verhalen over... Mijn vader heeft erg veel meegemaakt. Die werd zelfs met de dood bedreigd. Drie keer. Dat asje.
Mijn moeder heeft, nou ja, die is ook 83 geworden, wat ik kon niet begrijpen. Maar die heeft dat, ze hebben dat allemaal meegemaakt. Want als je ergens in zat, dan kreeg je ook veel kritiek. Ja. Dat heb je. Die man die was toen ook, die man die was toen ook nog maar net aan de 30 gepasseerd. Met een groot gezin. En wij als jochie, met die oortjes, hebben toen ook nog gehoord. En ik heb het ook gezien. Je had in dat pand, waar we die slagerij en een woning hadden, onder de ramen een stukje muur. En dat was toen in die tijd een teken dat je gezocht werd, zwart geschilderd. Terwijl hij niks anders deed als goed. Dus, dat is ook een relaas. Je had je maar, vijanden. Ja. Dat heb je nu nog. Ja. Nou, en ik weet ook dat er bij ons vanaf de slagerij, ze stonden uit de benen. En die man was niet gevlucht en die is meegenomen, de mepper. Ja. Dat zie je nog gebeuren. Dan liep je tussen twee groene polities. Werd hij weggebracht. Ja, zo gaat het. Ja. Je weet het, die beelden weet je even goed nog. En je loopt gewoon op de kleuterschool. En af en toe werd ik gehaald, want dan was het weer eng. Die dingen weet je even goed nog wel. Maar het drong niet tot ons door. Ja, ik was te jong, 7. Dan dat hij afgelopen was. En dat hebben mijn vader en moeder wel meegemaakt. Ze kregen elk jaar een kindje. In elk jaar van de oorlog is er een kind dood gegaan. Onder mij. Tussen mij en mijn zuster Grace zit 7 jaar. En er zaten 4 kinderen tussen. Die gingen gewoon dood. Op de een of andere manier. Het was wel verdriet hoor. Maar ik weet niks anders als dat ik de koster een enge man vond. Dat drong ook niet op mij door. Want daar was je te jong voor. Ja. En merkten jullie ook later in het dorp, na de oorlog, dat er bepaalde gewoonten die in de oorlog zijn ontstaan, werden doorgezet? Na de oorlog is Volendam heel snel bovenop al ongeveer teruggekomen. Met erg hard werken. Ik heb toevallig in 1950 ben ik begonnen met werken. Ik weet nog van weken van 52 en 54 uur werken. Dat was de wederopbouw in Nederland, maar in Volendam. Wij hebben als Volendammers en als gemeenschap niet veel gevolgen gehad van de oorlog. Echt niet. Omdat je ook varend was met de visserij. Heeft ook veel geholpen om de mensen niet aan erge honger te laten leiden. Maar dat je af en toe tafereeltjes tegenkwam dat het even de oorlog was. Ja, dat zit even een klein beetje in je hoofd. Dat staat vast. De een was armer dan de ander. Maar dat hou je. Er bleven ook wel echt arme mensen. Omdat die niet die vrienden en kennissen hadden om geholpen te worden. Er zat wel verschil in hoor. Maar ja, dat heb je nu nog, vind ik. Dat is het leven. Als je lui bent, heb je minder geld. En dat was vroeger ook zo. Sommigen deden niks. Nou, dan krijg je geld. Ja. Makkelijk genoeg. We weten ook nog iets over de knokploegen in de oorlog. Ja. Ik had een oom. Die was in de oorlogsdagen van 20 tot 25 jaar. Dus de man en een jongen om gepakt te worden. Die had nog kinderen thuis, een broer en een zus thuis, met een vader en een moeder. En hij was de jongste, terwijl hij toen lid werd van de ondergrondse, de knokploeg, onder leiding van de heer Schilder, de grote aannemer. Ging hij evengoed langs de boeren, 's nachts en ontij, om voedsel in te pakken voor het gezin. Dat deed hij ook nog op leven en dood. Ik weet ook van een mooi verhaaltje met z'n 3 vrienden of 2 vrienden. Bij mijn oogje achter had je een put. Een waterput, die hadden ze. En die stond droog. Want dat water was niet goed meer en zo, door die meertoestanden. En ik, als jochie, kwam ik natuurlijk erg vaak bij mijn oogje. Erg vaak. Ik had een vaste stoel. Kwam ik op die achterstraat, en dat was ook in die laatste half jaar van de oorlog.
er stak een pijpje uit. En ik zei, wat is dat nou? Ja, dat moet je, nee, dat mag jij niet weten, Jaapie, dat mag jij niet weten. Nou, maar ik was erg nieuwsgierig en ik kwam het even aan de weet. Daar zaten ze met z'n drieën in, als er onraad was. En het is een keer gebeurd. Achterlangs door een steegje, tussen de Berendemmerstraat en de Konijnstraat, mensen van de Duitse toestanden, die, wat is dat? En die hebben op dat luik, hebben ze gestampt. En daar zat hij in. Die drie mannen, Hein Bal, Mom Gerrit en nog eentje. En ik heb zelf uit de mannen, al Hein Bal, want het was een klein bang mannetje, Mom was helemaal niet bang. Toen zei hij, nou Jaap, wat heb ik gedaan? Heb doorstaan. Ik dacht, bij daar ga ik echt dood. Dat gebeurde ook. En nou ja, het echt vaak, het is je leven. Het, die, ze hebben ook eens een keer meegemaakt, ook met de knokploeg. En het was moest iets gebeuren. Want ze deden ook groestwal werk, gevaarlijk werk. En toen lagen ze in een boerderij in de Prumber of in de Wormer, dat weet ik ook niet precies. Maar in een boerderij. En Ein Schilder en Jaap Mooier en Jo de Boer en Ein Bal en noem maar op, al die gasten bij elkaar te wachten op hulp of toevoer van een vliegtuig om iets te moeten doen. En toen hoorden ze iets, mijn die hoorde iets, zei die, jeetje kreetje, zei hij tegen, dat was Siem Schieterhout, of ja, die oude Schieterhout dan. Wat hoor ik nou? Evert Schieterhout, wat hoor ik nou? Lopen hier nog varkens ook rond? Dat is voer voor ons. Nee, dat denk ik niet, zei mijn oma Gerrit. Ik ga even kijken. En toen lag daar, Evert Schieterhout, die lag verderop in een uithoekje van de stal aan een stuk brood. En dat was zo hard dat hij het moest bijten en dat gaf een geluid op 10 meter afstand alsof er een varkens waren. Dat gebeurde ook. Zo'n onderuit. En zei hij nou dat het even goed, pret, maar dat was pret om te huilen. En dat gebeurde. Die man die heeft het allemaal gedaan, terwijl hij onderduiker was. En net na de oorlog, of in het begin, dat is mij een klein beetje ontschoten, gingen ze in de Grote Aal. En dan brachten vrouwen uit Amsterdam vandaan, hier naartoe, Aal naar Amsterdam. Grote Aal. En bij ons hadden we boven een luik, van beneden naar boven, en s'nachts gaan versliepen, dan ging het luik dicht. En ik vergeet nooit meer, het luik stond op. En toen ontwaarde ik daar 4 erge grote kisten met gerookte aal. Als jochie. En toen kom ik naar beneden. Toen zei ik, moeder, wat is dat nou? Ja, dat mag jij niet weten, Dat deed hij ook nog. Ja, dat was toch bukken? Ja, bukken. Dat was bukken. Dus dat is mijn verhaal eventjes. Daar was ik naar een liedje ook van. Bukken, bukken, juffrouw een pontje aan. Ja. Er is een liedje van. Nou, dat gebeurde al, hoor. En je liep wel, ik liep op de kleuterschool en vroeger met je naar Hoeve de Deek. En er gebeurde ook wel eens, dan was er een bombardement op de tram. En toen werd ik oud, de Gertje, die werkte bij huis. Want ik mocht niet al in naar huis, maar dat wou je al gewoon naar goed hoor. Want die man was raakt. Eentje dood, eentje zijn bienerhof. Dat gebeurde echt. En dat vergooi je ook niet. Al was je een klaarmaatje. Ja. Dat was het, laatste half jaar van de oorlog. Het trammetje tussen Edam en Volendam. Piet Molenaar dood. Ja. En een omezeger van moederskant van Piet Molenaar. Die woonde in Monnikendam. Die is bijna eraf. Die heeft zijn leven lang in een wagen of zo'n ding, een driewieler gereden. Molenaar was de Moorman, die woonde hier, ook familie van hem. Moorman, die woonde hier in Volendam. En toen zat ik te spelen in zand in de Konijnstraat. En ik heb
dat, en toen moesten we vliegen naar huis toe, want er is gevaar. Want dat waren oorlog, die dingen die hoorde ik nog. Ja. Ik heb eens een keer bij mijn buurman met Jan Kees, de beroemde Jan Kees, de schrijver, zat er op de achterstraat te spelen. En toen die kleine vliegtuigjes, ze waren niet groot hoor, alsof hij tussen de woningen, dat beeld zit ook in mijn hoofd, tussen de woningen in vloog. Dat zijn de dingen die vergeet je natuurlijk niet. Ik weet ook wel, want er viel alles weer onderzocht ook, bij mijn moeder ook. Er ging weer een zak meel aan de zolder. Op dat ze, want dan ging je heel goed. En toen een soldaat boven, toen viel de zak meel eraf. Dat gebeurt. En toen zei hij, ik doe net ook het niet zien. Ze was niet zo kwaadaardig hoor, die soldaat. Echt niet. Ik heb een keer op eentjes rijden, ook zo. Je bent een kind. Je weet dat allemaal niet. Nee, maar je vader. Hè? Ja, dat... bij ons was het erg streng al hoor, hoor. Omdat mijn vader overal in zat. Hè? Je vuur wel bewaakt. Ja. Ja. Nou, we binnen de deur heen komen. Met erg veel mensen. Altijd vol mensen bij ons thuis. Al een ruiten. Het was ook gezellig ook. Het was gewoon gezellig ook. Omdat je als kind die angst niet hebt. Begreep je? Maar mijn moeder had wel angst. Oh, ze was zo bang. Dat het mijn vader doodschool te worden zou. Ja. Ja. Nou, ik wil jullie hartelijk danken dat jullie het interview wilden doen. En dat jullie al deze verhalen met ons wilden delen. U heeft de oorlog meegemaakt. En hoe hebt u de oorlog in eerste instantie ervaren? Nou, niet zo zwaar eigenlijk, want Middelier is een klein dorpje. En daar heeft iedereen een klein tuintje. Dus mijn vader die maakte van dat een groentetuintje ervan. En mijn vader had 7 koetjes en een klein kruidenierswinkeltje. En zodoende hadden wij het eigenlijk vrij goed nog, allemaal. Maar ja, later moest de zeevang onder water gezet worden. En dat was natuurlijk was zwaar. Dan moesten de koeien weer naar de noordzijde weiden, richting Nibbingswoud, die kant allemaal uit. En daar werden de koeien ondergebracht. Oké. Dus dat, zo was het eigenlijk. En we kregen veel bezoek van Amsterdammers. Die wilden dan wel, mijn moeder die maakte dan boter van wat melk. En dan wilden ze dat weer omruilen voor kleding. Gaf hun kleding. En ze kwamen ook wel bij ons slapen. Oké. Okay. Dus. Ken je ook nog verhalen dan van de oorlog van bekenden, dus van familie of van vrienden van die misschien ergens anders woonden, die het zwaarder hadden of viel het bij jullie wel helemaal mee? Nou, dat was niet, want in de familie hadden we niet, want ja, je had alleen in de omgeving had je familie natuurlijk die het meemaakte. Maar ja, het was zwaar en wat moet ik verder van zeggen eigenlijk? Ja. Het ging zomaar door. Ja. Dat was het. En op een gegeven moment dan was het ook nog hongerwinter, maar daar hadden jullie dan eigenlijk niet zoveel last van? Niet zoveel last van, nee. Want wij hadden een kruinierswinkel, dus mijn moeder had eigenlijk tamelijk wat gehamsterd uit dat winkeltje vandaan. Dus we hadden lang suiker en we hadden lang dat en dat allemaal. Dat viel wel mee voor ons. En op een boerendorpje, ja, dat weet je wel hoe dat gaat, onderling ook natuurlijk. De een had weer dit en de ander had weer dat. Dus zo ging dat eigenlijk. Ik weet het niet verder. Zoveel kinderen kan je niet eens over vertellen. Want dat ging zomaar door. Omdat je misschien op een boerendorp zit, is dat weer anders. Ja. En er is bij jullie in het dorp voor de rest dan... waren er veel Duitsers bijvoorbeeld? Of viel dat nee, ook wel mee? Dat had je niet. Oké. Dat had je niet. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet, ja. Nee, zo is het. Dat we wel hadden, wat onderdeukers, hè, Joodse onderdeukers. Die we, ja, niet bij ons hoor, maar op dorp waren wel Joodse onderdeukers allemaal. En die werden dan niet betrapt, nooit? En wel jongens van ons uit het dorp vandaan, die gingen dan naar de Beemster. Toen was het nog Nieuwe Teunbouw, nou is het. Nou is het de andere plaats, in de Beemster, hoe heet het nou? Je kunt er nou ook eten. Als je net uit Purmerend de Beemster in gaat, durf het niet te zeggen hoor.
Maar daar werden wel Duitsers en daar zijn wel twee jongens van ons, van het dorp uit opgepakt. En die jongens die zijn daarna, die zijn meegenomen dus? Ja, maar goed teruggekomen. Oké, gelukkig. Ja, daarom ben ik goed teruggekomen. Ja, oké, dat is mooi. dat is mooi natuurlijk, ja. Dus, nou ja, anders ging ik er ook niet zoveel van vertellen. Ja, in onderling hadden we het gezellig, jongelui onder mekander. Want ja, het was natuurlijk verduisterd allemaal. En dan gingen we dan weer bij de een zitten en dan bij de ander zitten en spelletjes doen. En dan bleven we weer bij de ene vriendin slapen en dan weer eens bij de andere vriendin slapen. En zo was het eigenlijk toch even goed gezellig, ondanks dat er oorlog was. Ja. En is er ook familie van u bijvoorbeeld naar andere landen of gebieden gestuurd voor de oorlog? Mijn broer is naar Indonesië geweest en daar is hij 5 jaar geweest, maar hij is heel goed teruggekomen. Dat is natuurlijk al een pluspunt. En, maar die vertelde ook nooit zo erg veel over Indonesië, wat ze daar allemaal meegemaakt hebben. Dat waren we nooit kwijt eigenlijk. Maar ja, en meer jongens van de Middellandse zijn er in Indonesië geweest hoor. Ja. En dat was erg moeilijk, dat ging natuurlijk. En ook de berichten die je dan heen kon sturen. Je kreeg een brief die 5 dagen, misschien 6 dagen onderweg geweest was. Of helemaal niet dat je hem weer kreeg. Dat contact was niet zo... Dat was erg spannend natuurlijk. Dus, maar ja, voor de rest weet ik er ook eigenlijk niet. Ik weet dat, dat ben ik kwijt. Ja. Dat raak je kwijt, even hoe nog weer. Weet je wel. Want er werd niet zoveel over gepraat. Hij zelf praatte er nooit zo erg veel over. Nee. Die Joodse die bij ons verderop ondergedoken zaten, dat was ook erg spannend. En dat was ook moeilijk. Maar ja, wij wisten dat allemaal wel. Maar voor de rest, dat is ook goed gegaan. Ook nooit geen inval gedaan daarover, hoor. Gelukkig, nee, ja. Ook niet. Okay. Dus. Ja. En nu is het bijna 75 jaar geleden dat de oorlog afgelopen was. Ja. Dus het is nu al 75 jaar vrijheid. En wij hebben wel, ik heb de oorlog in ieder geval niet meegemaakt. Maar wat betekent vrijheid dan nu voor u? Nou, rust. Rust. En dat wij... Ja, en dan is het van... Het was natuurlijk Duitsland waar het dan over was. En daar hebben wij eigenlijk erge goede kennissen weer wel gekregen. Nou, niet door van de oorlog allemaal, maar de kennissen, de Duitsers zelf. Daar werd nooit over gepraat of dat, dus dat. Dus de oorlog heeft mij eigenlijk niet eens zoveel gedaan. Nou, dan wil ik je erg bedanken voor de tijd. Heb ik nou zoveel... Ik weet het niet of ik nou zoveel gezegd heb. Erover. Nou ja, het is toch... Misschien heb je er wat aan. Ja, aan. Ik heb er wel wat aan gehad, ja. Dank je wel. Dat is mijn bedoeling ook, maar... Ja, veel vertellen ken ik niet eens zo, weet je wel. Mijn hoofd is nog wel goed, maar ik ben een beetje vol van alles. Omdat ik nou zenuwachtig ben, omdat ik gevallen ben natuurlijk. Dat is het. Ja. Maar ja, het hindert niet, hè? Nee. Als jij tevreden bent... Ja, ik ben tevreden. Ja, nou, daarom. In het kader van 75 jaar vrijheid interview ik vandaag... Albert Seer en Jan Visser. Ik zal hen gaan interviewen over de oorlog in Nieuw-Guinea. Bent u vrijwillig in het leger gegaan of moest u? Dienstplichtig. We moesten in dienst. Als dienstplichtig. Hoe oud waren jullie op dat moment? Ik was 19. Ik ook, 19. Wat was uw taak in het leger? Ik was mitrailleur en ondersteuningscompagnie. En ik was chauffeur van de stafverzorging. Dus ik moest alles verzorgen, brengen, halen. Dat was het. Hoe lang heeft u in Indonesië doorgebracht? Ongeveer 6 maanden. Ja, hetzelfde. We zijn gelijk weggegaan en gelijk teruggekomen. Wist u van tevoren wat er in Indië gaande was en wat u kon verwachten? Nou ja, ietsje wel, maar niet zoveel. Nou, wij wisten weinig hoor. Helemaal niets. Wij wisten dan, we moesten nu nee, ja, verdedigen. Maar meer weten we niet. Hoe reageerde de inheemse bevolking op uw bezoek? Nou, die was niet tegen ons. Die waren meer met ons als... tegen. Dus daar hadden we totaal geen problemen mee. Alleen, we konden ze niet verstaan. We konden niet praten met hen, want hun spraken maar lijst. Dus we hadden niks aan te spreken. Hoe heeft u die tijd ervaren in het leger? Nou, ik had er geen moeite mee, laat ik zo zeggen. Dus
Dus dat ging helemaal goed. Nou, ik vind het een flop. ik ben blij dat ik het meegemaakt heb, maar ik, voor de rest dan kan alles gestolen worden van mij. Weg daarmee. Hoe werd u na de oorlog weer in Nederland opgevangen en hoe reageerde uw familie op uw terugkomst? Nou, we kwamen hier aan. Ze hadden wel dus een bus uit Volendam, er waren meer Volendammers. En we kwamen van die boot af en toen met de bus weer terug naar Volendam. Voor u hetzelfde? Nou ja, ik werd ontvangen. Ik was een van de 11. Dus dat was welkom weer thuis. En, nou ja, je draaide weer mee zoals het altijd gegaan is. Dus niks, geen apartigheid. Blij dat je terug was. Heel. Hoe kijkt u nu terug op de oorlog? Op van in de Genea? Ja. Ja. Wij waren dat na 3-4 weken alweer vergeten. Toen was ze weer aan het werk. Dus ja. Je hebt alleen herinneringen, maar voor de rest niet. Geen, denkt u er nu nog wel eens aan? Nou, niet veel. Nee? Niet zoveel. Nou, toch wel hoor, toch wel. Ik heb daar wel een paar dingen gezien en meegemaakt dat ik zeg van, we denken er nog wel eens aan terug. En dat komt ook omdat je dan, nou ja, als er gevangenen waren, als er gewonden waren, dan moesten we er altijd, zaten we erbij. Want een begrafenis, ja, dan ben je geen mooie herinneringen. Ik, ja, ik heb al gezegd, ik ben blij dat ik het meegemaakt heb, maar voor de rest hoeft het voor mij niet meer. Dat klopt. U vertelde dat u niet in het leger wilde, maar heeft u wel altijd al de wereld willen zien? Ja, ik was altijd geïnteresseerd van wat er buiten Volendam was. Ik wilde dan wel ergens heen. En dat kon dan als ik in dienst moest. Moest ik eerst goedgekeurd worden, maar als ik in dienst moest, wilde ik vrijwillig naar Suriname. Maar ik zat ook in de jeugdvoetbal. En dat stroomde door naar de betaalde voetbal. Dat ik in dienst kwam, was ik betaald voetballer. Nou, dus de gedachte van ik wil wat zien van de wereld, dat ging niet door, want het voetbal ging voor. Nou ja, achteraf moesten we dan even, nee, ja, nou ja, dan de hele wereld hebben we gekeken. Want we zijn door het Suezkanaal teruggekomen en we zijn door het Panama-kanaal heen gegaan. Dus de hele wereld in de rondte gevaren, zeg maar. Dus ik heb veel gezien van de wereld op die manier. Maar... Ja, vooral. En voor u? Ja, voor mij ook. Ik ben dus ook. Ik moest in dienst, dus dat was verplicht. Nou, ik heb diezelfde reis gemaakt. Ook door Panama-kanaal, schitterend mooi. Ja. Curaçao, Hawaii. Ja. In, alles in terug met dossiers, passagieren. Dus dat was wel een leuke bijeenkomst. Ja. Waarom moest Nederland eigenlijk vechten in Nieuw-Guinea? Nou, dat wisten wij tot wij daar naartoe gingen. Dat wisten we natuurlijk niet. Maar achteraf wisten we natuurlijk wel, de VN die was al tegen tot wij daar naartoe gingen. En wij gingen door het Panama-kanaal heen. En toen moesten we al ons omkleden, want we mochten eigenlijk van de Amerikanen niet door het... Die was voor Nieuw-Guinea overgeven. Dus wij moesten al omkleden in burger. Anders mochten we niet door Panama heen. En zo ben we daar terechtgekomen. Ja. En toen na 6 maanden gaven ze het over. Gelukkig. Gelukkig wel, want we hadden dus daar niks. Nee. En we hadden niet levend teruggekomen, nee. Want half Rusland die lag voor de kust van Nieuw-Guinea. En die was samengespannen met in Indonesië. Dus die had de hulp van Rusland. Er lagen duikboten, er lagen fregatten lagen er. In militairen, en die waren allemaal in Russische kleding, was omgeruild voor Indonesische kleding. En daar hadden we dan de strijd aan moeten voeren. En dat is gelukkig dan niet doorgegaan. Het laatste ogenblik. Was u bang voor wat u zou aantreffen in Nieuw-Guinea? Nou, niet bang, maar we wisten helemaal niks over tegen zou komen. Dus die komen we tegen. We kwamen voor het eerst, moesten op wacht lopen. Dan moesten we in een klappertuin, de kokosnoten tuin. Allemaal hoge bomen, kokosnoten. En dat was een vrij grote tuin. En dan moest je daar in wacht lopen, 's nachts. Je ziet geen ant voor je ogen.
En dan af en toe valt er een kokosnoot op de grond. En maar wij wisten niet wat dat was, want we hadden dat nooit meegemaakt, nooit gezien. Dan kruip je net in het mol tussen de stenen, want er is onraad. Ja, achteraf, ja, eer dat je dat weet, dan ben je 35 keer naar de wc geweest. En dat zijn allemaal van die dingen wat je allemaal moet leren. In ervaring maak je groot, maar voordat je het weet, je loopt door een bos heen. En dan op een gegeven moment, dan heb je een vliegende ont, een vleermuis. Die vliegt even tegen je aan, die wil dan even op je rug zitten of zo. Allemaal in de nacht, hè. Nou, dan weet je het niet waar je kruipen moet, hoor. Dan weet je niet waar je wezen moet. Maar er kon ook, die soldaten van Indië, konden dat zijn, in de buurt. Ja. En dat wist je niet. Nou ja, dat angst genoeg. Voor Nikker. We komen een keer, dat is dan weer een ander verhaal. S'nachts kom ik thuis met de jeep op het kamp. Ik word meteen in mijn kraag gepakt en ik word bij een patrouille geduwd, want er was onraad in de omgeving. We moeten het hek uit en onze kapitein, of de officier van de wacht, die gaat tussen een soort pallet zitten en wij moesten eruit. Nou, en dan ga je maar zoeken. Hand voor je ogen zie je niet, en iemand die 2 meter van je af staat, zie je niet. Nou ja, en dan, maar als je nou dat aantal keren gedaan hebt, dan ben je er wel aan. Maar die eerste keren, nou, dat valt niet mee. Nou, en toen kwamen we terug, we hadden niks gevonden, was niks gebeurd, toen kwamen we terug. Toen deed ik me beklacht dat ik zo van de weg af altijd, en ik moest daar naar mee. En tot dan die leidinggevende persoon, die ging tussen de kratten zitten, die bleef op het kamp. Ja, dan kennen beter 2 soldaten sneuvelen als 1 leidinggevend persoon. Dat was het antwoord. Dus ga er maar aan staan. Dus het hele dienst van mij kan op wabberen. Ja, maar zo was het niet altijd, hè? Nee, maar dat was toch zo. Maar ja, hij door het woud, oerwoud heen liep en in het begin, toen zag je 1000 vliegjes, zag je allemaal lichtjes. Allemaal vliegen, een mug, die gaf een licht af. Hij sliep nog in een kazerne, dus ik sliep nog midden in de bus. Dus. Ja, maar dus hij maakte nog veel mee, maar ja, Stijn. Jij zat er vast en ik zat overal. Ik kwam overal. Dus van alles heb ik meegemaakt. Heeft de oorlog uw leven veranderd? Nee, helemaal niet. We zijn wel zelfstandig geworden, dat heb je dus wel, als je een dienst hebt. Want tegenwoordig moeten ze niet in dienst meer. Maar dat had dus wel beter geweest als ze zo ook een paar jaar in dienst hadden gemoeten. Want dan leer je even van alles. Ja, ik ben het ook eens. Zelfstandig ben je. Je bent er niet meer afhankelijk. Je voelt je niet meer afhankelijk van een ander. Je lost alles zelf op. En dat moest je daar ook doen. En af en toe moest je vechten voor je plek. Ja, en hier hoeft dat niet meer. Maar ja, het blijft wel in je zitten. Dus. Hoe kijkt u naar vrijheid nu? Nadat u dit allemaal heeft meegemaakt. Dat is de vrijheid, dat is prachtig, dat is alles en dat is het mooiste over is natuurlijk. Geen oorlog. Nee. Dat is dus nooit goed. En u? Nou, ik ben het ook eens. Ik heb vrijheid. Ja, dat je niet hoeft te vechten voor een plekje of voor wat er is. Het is alleen maar ellende wat je ziet en krijgt. Dus laat gaan. En er is al zat in de wereld. Dan wil ik u hartelijk bedanken dat u wilde meewerken aan dit interview. Want u helpt ons enorm om onze documentaire goed te maken. Okay. Nou, dankjewel. Geen moeite. Dus het was prachtig. Moeite, niet te lang. Dankjewel. Ik zal jullie vandaag een paar vragen stellen. Het zijn er niet zoveel. Het gaat over hoe jullie het hebben meegemaakt. En niet hoe het ging met uw broer. En de eerste vraag is... Hoe was het vertrek van uw broer voor u en uw familie? Verschrikkelijk. Ja, het was niet echt... Ja. Het was niet makkelijk. Ja. Hij was al weg. En toen is hij 's avonds laat nog eens teruggekomen. Ja. Want hij kon geen afscheid nemen. Nee. Ja, dat was dus heel moeilijk. Ja. Heel emotioneel moment. Hij sliep naast mij. Nou ben ik er even over en dan gaat het wel weer. En toen kwam hij terug en we sliepen naast elkaar. En toen kwam er geen licht op zolder, niks. Voordat ik getrouwd ben, hadden we zo'n fietslampje op zolder. Ja,
En toen zeg ik tegen hem, hoe kan je dat nou doen? Morgenavond weer een levendige begrafenis. Morgenavond weer een levendige begrafenis. Mijn moeder, want wij moesten 's morgens naar Amsterdam. Toen zei hij, ja, maar ik kom nooit meer terug, zei hij. Dus daar ging hij al vanuit? Ja. Ja, ja. Ja, maar ging hij vrijwillig ging hij heen of zat hij gewoon in dienst en hij moest? Drie kwart per dag dus ja. Opgeroepen. Maar de oorlog was in 1945 afgelopen, 5 mei. En even kijken, 2 juni moest hij in dienst in 1946. En in 23 september werd hij ingeschreven naar Indonesië toe voor een guerrilla-oorlog. Ja. En hoe lang is hij daar dus gebleven? Precies een jaar. Precies een jaar. Ja, ja. En in dat jaar hebben jullie nog contact met hem gehad? Veel brieven. Haar moeder heeft een tas vol met brieven gehad. Want hij schreef ook, als je tijd had, schreef hij overal brieven naartoe. Ja. Ja. De Keun heeft er wel eens van gehoord, mijn broer. Nou, die had een brief in zijn zak, die had hij geschreven. Dat hij nog leefde, voor en toen schreef hij in dat hij ergens naartoe moest, dat was erg gevaarlijk. En toen was hij dood en toen kreeg mijn broer die briefpas thuis. Oh, dus hij kreeg nog bericht van dat hij nog leefde. Ja. Toen was die brief aangekomen en toen was hij al overleden. En hoe kregen jullie dat te horen? Van de burgemeester. Mijn moeder was op de retraite gegaan, dat deden ze vroeger. En toen was ik thuis. S'avonds, en toen was er een mens thuis, want die waren allemaal naar mijn zuster toe, Jan Petsen, vader en moeder, voor de ellende, want dat wisten ze allemaal wel. En toen kwam de burgemeester bij mij aan de deur, en toen had ik de deur open, en toen zei hij, toen wist ik nog niks. Ik wist al niet dat mijn vader en mijn moeder was op de retraite, en de hele wet over was bij mijn zuster jammer. En toen deed je het tegen mij vertellen. Weet u toevallig nog foto's van dat, van hoe het daar was? Of misschien nog brieven? Nee, brieven heb ik niet. Gewoon net die heeft moeder had wel gehad. Erg veel brieven heeft hij gehad. Ja. Ja, en die heeft ze allemaal aan Jan gegeven. Jan Fink. Ja, ja. Hier heb je de begrafenis van mijn broer, zie je. En hij is daar begraven? Daar begraven. Ken ja, dezelfde dag, hè? Oh, dezelfde dag. Ja, ook al. Dat is daar, hè? Hoe kijken jullie nu op vrijheid, nadat jullie weten hoe het is gegaan met uw broer? Daar moest de jeugd meer waardering voor hebben, dat is het bevrijd waren. Ja. En ja, de jeugd die weet helemaal niet wat hiervoor is gebeurd. Ja. En dat uw broer dan heeft eigenlijk gestreden voor ons, voor onze vrijheid. Ja. Want op de scholen wordt er ook niet uitgebreid over gepraat en voor die oorlog heb ik wel eens gehoord. Dus ik weet het niet of het waar is. Nou, wij hebben in principe best wel veel, heel veel, onze geschiedenisdocent zijn ook vooral mee bezig. Om te laten zien van, we mogen ze niet vergeten. Op school hebben we laatst nog een soort tentoonstelling over gehad van, weet je, jullie moeten veel respect tonen. Want ze hebben gevochten voor jullie vrijheid, jullie leven nu. Ja. Dus, ja, maar het was niet zo makkelijk hoor, in de oorlog. Nee, dat was het zeker niet. Dus. En als je nu aan bijvoorbeeld aan jongens zou vragen van een jaar of 1920, van nou, gaan jullie maar even naar Indonesië om te vechten. Nou, dat zouden ze niet doen hoor. Nee, dat zou niet. Dat zeggen ze ook, dat ze daar vroeger wel echte mannen waren. Ja. Wapen, met zo te zeggen, werd over ze in de schiettent gebruikt aan geweren. En dat was helemaal waardeloos dat over zat. En daar moesten ze een beetje een strijd leveren tegen een soortje onderwereldfiguren, of zal ik maar zeggen, die vrij waren, die vrijwillig waren om tegen ons te vechten. Dus, het was echt een guerrilla-oorlog, hè. Dus, maar zo is het nou maar. Ze gaan er allemaal aan. Ja, nou, dan wil ik jullie hartstikke bedanken dat jullie deze verhalen met ons hebben gedeeld. Ja, graag gedaan. En bedankt voor de mooie foto's, voor de verhalen. Goed. Het is niet al te makkelijk onderwerp, maar we zijn hartstikke blij dat we het met jullie hebben. Hier Radio Oranje, de vrije omroep van het Nederlandse volk.